Een uurtje langer blijven liggen is er dit jaar niet meer bij voor de scholieren van het Perdinius Gymnasium. De directie heeft namelijk met ingang van het nieuwe schooljaar de regels verscherpt ten aanzien van gespijbel. Elke uur absentie heeft direct gevolgen. Leerlingen uit de bovenbouw zijn absoluut niet blij met dit nieuwe beleid. Echt flink balen eigenlijk. Het is niet echt veel mogelijkheid meer om te spijbelen eigenlijk. Je mag nu nog maar 5 uur spijbelen en dan word je direct al geschorst. En daarvoor moet je ook al heel vaak klussen of uren nakomen. En dat was vorig jaar absoluut niet zo. Ben je al de bok geweest dat jaar? Nee, ik heb nog niet gespijbeld. Ik kijk nu goed uit. Speciaal door de regels? Speciaal door deze regels, ja. Het nieuwe beleid is lik op stuk. Een uurtje missen staat voor 2 uur taakstraf. En bij de 5e keer hangt je zelfs een schorsing boven het hoofd. Ja, maar er is ook nog een stap 0. He, en die staat er niet in, want wij snappen ook best dat zo'n overgang even wennen is. He, dus voordat we echt aan stap 1 toe zijn, is er ook al wat gebeurd. De 6e klassers Wouter Rijngoud en Elisabeth Andriessen hebben aan de bel getrokken om hun ongenoegen te spuien. Ze riepen vorige week in een pamflet iedereen op om te gaan spijbelen. Er stond op dat het spijbelsysteem bij ons heel streng is geworden en dat wij eigenlijk vonden dat iedereen moest gaan spijbelen. Meer als soort grap, zodat we aan de directie lieten zien dat we het eigenlijk niet mee eens zijn met het nieuwe beleid. Nadat de directie van de school klaar was met het weghalen van de pamfletten, verscheen een nieuwe aan de muur. Deze was een stuk minder baldadig. We zijn natuurlijk zelf ook niet zo dom om te denken dat je maar gewoon altijd zou kunnen spijbelen. En daarom is het tweede pamflet ook heel anders geworden. In het nieuwe pamflet worden de leerlingen opgeroepen om deze week een overleg tussen staf en bovenbouw bij te wonen en hun mening te geven. De initiatiefnemers hopen op een compromis. En als zij kunnen uitleggen dat ze iets heel nuttigs doen voor een ander vak, dan kan dat wel, maar niet bij iedereen. Want dat hangt ook van de lessen af die gegeven worden. Het ligt ook een beetje aan hoe we het brengen en hoe de directie erin meegaat. Dus eigenlijk weer dat woensdag, maar ik hoop in ieder geval dat er zoiets uitkomt. Dat het in ieder geval dat de regeling iets soepeler wordt dan het nu is. Want hoe het nu gaat, dat vind ik wel heel streng eigenlijk. En als het blijft zoals het nu is dan, wat ga je dan doen? Wat gaan we dan doen? Veel nakomen. Veel nakomen, inderdaad. Ja.